Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag zondag, ik ga jullie even neerzetten. En we zijn gisteren gaan zien voor het kippenhok. En kippen eten en al die toestanden. Ik heb dat denk ik ook gefilmd. Ik zal dat nu toevoegen als ik er iets van heb. En dan moeten we nog een hok, hè? Ja, ik zal het dan wel wat klein tekenen. Ja. En nu vandaag hebben we het hok. In het kippenhok gezet. We zijn het eten aan het vullen en het water. En dan gaan we zo twee kippetjes halen bij de Floralux. Dat is normaal open op zondag. Ik wou eigenlijk geen kippen van de Floralux. Ik wou er van zo een legbatterij dingen die zo ja, een tweede thuis zoeken of verwaarloosd zijn ofzo. Maar ja, ik heb me daarvoor aangemeld al zo lang geleden en er had niks van gehoord. Dus dan wou ik kippetjes van een boer of zo, maar dat vind ik niet direct. Dus we gaan er vandaag gewoon twee halen in de Floralux. We gaan beginnen met twee, we willen er vier of vijf. Maar we weten niet als hier een vos of marters zitten achter in het veld van ons huis. En we willen niet investeren. Een kip kost niet zoveel, maar we willen niet 4 à 5 kippen kopen omdat die morgen al dood zijn. Laat staan 2, dat vind ik al super erg. Dus we gaan zien. We gaan beginnen met 2 legkippetjes. Denkt jij dat niet? Nee, ik weet niet. Maar ik probeer dat wel opzij te zetten dat de beesten dat niet zien. Dat dat eten staat. Maar ik dacht dat hier. Oké, ik ga dat omdraaien. Ik weet het woord wel. Heerlijk. Werkt het? Ja. Kijk eens. Hupsa. Food and drinks for the chickies. Voor curry en filet zullen content zijn. En we hebben er stro in gedaan, allemaal. En dan een lekker potje. Maar ga je die hier in hier raken, vraag ik mij af. Huh? Moeten die geen... Een opstapje bedoelde ja, jij? Ja, zo'n ladder hebben. Ja, misschien. Hoewel. Ik weet het eigenlijk niet. Dat zijn kippen, ja. Ik weet niet, dat zijn geen stomme beesten toch? Of, ja, een beetje wel, hè, maar... We zullen zien. We zullen het zien als ze erin komen. Anders ja. Wat? Anders moet ik straks een palet van het werk meebrengen. Hè. Ja, en daar zaten ze toch 2 dingen bij. Die stokken? Ja, die stokken. Ja. Dat je de poort aan filmen. Chique poort, hè. Gaat wel mooi zijn, denk ik. Mm. Kijk er naar uit. Maar wat ik nu wel aan het denken ben... Mannen hebben nogal een villa eigenlijk, hè. Wat ik nu wel aan het denken ben, hadden we dat ook niet beter zo gezet. We gaan zo echt niks zien vanuit onze tuin, hè. Om maar jij ziet dat sowieso niet, want dat is hier toch een hoge ding, hè. Wel, als ik kippetjes hier zitten, gaan we die toch zien. Ja, maar dat is hier niet, dat is hier niet sterk, hè. Ik heb hier gewoon een beetje grond geschubt. Maar oké, okay, ja, ik wil het doen, hè. Ik weet niet. We kunnen proberen. Oké, we gaan het... We gaan het toch even hier laten staan. We zullen wel zien hoe ze gaan doen. Maar ja, ik denk als dat zo gedraaid is, dan gaan we die zo wel echt fijn binnen en buiten in een kotje zien gaan. Allee, kom dan. Ja, oké, we doen het toch. Oké. We hebben het nu zo gezet. Het is echt een beetje geschubd, hè. Ja, maar ja, dat is goed zo. Beter dan
precies, want toen heb ik hem weggeschopt van diepte. Ja, dat is goed gedaan. Alright, we zijn onderweg naar mijn ouders. Die zijn er niet, maar we hadden die hun camionetje gisteren, alleen van mijn papa, zijn werkkamionetje, gaan halen. Ik hoop trouwens dat jullie mij horen, want dat maakt er echt zoveel lawaai met die blazers allemaal. Amai. Maar we waren gisteren zijn camionetje gaan halen voor het kippenhok, want dat paste natuurlijk niet in mij of in Niels zijn auto. Nu gaan we dat terugbrengen. Niels rijdt achter mij met het camionetje. En dan gaan we daar afzetten en dan gaan we doorrijden naar de Floralux voor kippetjes. Woehoe. Ik denk wel dat de Floralux maar één soort kippen heeft, gewone bruine legkippen. En ik wou dan graag een bruine en een zwarte of een bruine en een witte legkip, maar ik denk niet dat die dat hebben. Dus ja, maar ja, oké. Het zijn natuurlijk maar kippen, maar ik kijk er wel naar uit om kippen te hebben. Ik vind dat wel leuk, gewoon dat ik kippen ga hebben. En ik wil ook heel graag zo'n zijdehoentjes ook nog. Maar zijdehoentjes zijn sierkippen, die leggen niet. Ja, en natuurlijk als we met een vos of een marter zitten, dan moeten we ons kot echt heel anders gaan maken en met allemaal ijzer inwerken en zo. En dan zou het zonde zijn als zo'n zijdehoentjes worden opgegeten. Allee, elke kip is zonde, vind ik, als dat doodgebeten wordt door een beest. Maar uiteindelijk, dat is ook de natuur zeker, als er dan zo een beest zit. Dus we zullen zien. We got the chicks. The two chicks. En hoe voelt je als een kippenvader? Gewoon. Ja? Gewoon, eigenlijk. Gewoon? Oké. Okay. Are you talking to me? Grapjes. Ik ben niet zo'n fan van kippen, hè. Ik zou er kunnen uitspringen, staat erop. Oh. Kijk, hoe schattig die liggen. Oei, maar die heeft nogal gescheten, die ene. Ja? Ja, in die hoek. Arme. Dit is wie? Oh. Dit is Curie? Curie. Hallo. En? Hoe vinden jullie jullie nieuwe villa? Oh, sorry. Schattig, hè? Daar heb jij niet te aaien. Ja. Maar. Je gaat eruit. En ga lopen. Heb je een gsm bij? Oh. Hè? Mijn gsm, waarom? Wil je een foto maken? Nee. Nee? Wacht. Nee, schat. Nee. Oei, allee. Die zou een foto ja. Die weten. Ja, is goed. Oei, ik ben nog altijd aan het filmen. Curie is al op inspectie. Ja, we noemen het toch Curie in Hawaii. Curie in Hawaii? Ja. Is deze Curie? Want dan heb je kip Curie en kip Hawaii. Ja. Ah ja, oké. Okay. Dus dit is Curie. Ja. En Hawaii is de witte. Ja. Oké. Okay. Curietje en Hawaiitje. Cute. Cute ze. We hebben kippenkinderen. Het is officieel.
curry en Hawaii. Zie je wel, ze zijn al van de grond aan het pikken. Ja, die zijn al aan het pikken in de grond. Schattig. Mensen gaan ons echt raar vinden omdat we blij zijn met kippen. Maar we zijn sowieso dierenvrienden en ook kippendierenvrienden. We hebben daar geen schrik van. Daar zijn ze. Hey, curry. Hawaii. Hey. Waar zijn jullie nu, hè? Dat is leuk, hè? Ja. En ondertussen liggen onze kippen al hier op de plankjes. Niels kan niet wachten. Nee, oké, dat zouden we nooit doen. Ik vind dat nu wel erg. Maar Niels is kippen maken voor morgen mee naar het werk te nemen. Voor een middageten. En ik heb ondertussen hapjes voorbereid. Ja. Je ziet wel, die dekseltjes moeten er nog af. Want we krijgen zelfs bezoek van Sanne en Kenneth. Het is super mooi weer, dus we kunnen fijn buiten zitten. Iets drinken, wat bijbabbelen. Dat is super tof. Goedemorgen, het is de volgende ochtend. Ik ga deze vlog nu monteren. En ik heb gisteravond niks meer gefilmd, maar we hadden echt een super gezellige avond met Sanne. Sanne. Oh my god. Sanne en Kenneth. En ja, het was echt heel leuk. We waren nog pasta en pizza gaan halen. En ik denk dat we tot 10 uur of zo hebben buiten gezeten. En dan zijn ze doorgegaan. Het was echt heel leuk. De kippetjes doen het ook goed. Ik zie ze rondlopen van hier. We hebben ze deze nacht wel... We hebben zo'n afscheiding in het hok gezet. Zodat ze eigenlijk een eigen kant hadden. Want de rosachtige bruine, die pikt de witte. Als die in het kot zitten. Dus, maar naar het schijnt is dat wel normaal. Want dat is kennismaking en rangbepaling. Dus we moeten het even aanzien. Maar so far so good. Dus ik ben wel blij. Ze zijn ook nog niet opgegeten door een marter. Maar ja, ze zaten ook wel in het kot. Hè? Dus dat is ook daarmee. Nu ga ik ontbijten. En de vlog monteren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!